Kids. Yo, what is right there? Spijt moet ik jullie mededelen dat we leven in een smerige tijd. Wat niets gelijk is verdeeld, bekijk het geheel. De situatie is triest, geen educatie voor veel. Jonge gasten die nog wat van het leven willen maken. Met een droom om naar school te gaan en een diploma te halen. Klinkt best wel normaal, hè? Maar wat te doen als je opleiding niet eens kan betalen. En je simpelweg niet wordt toegelaten. Schandalig dat het zo moet gaan, yo, vandaag de dag. Dag dat iedereen recht op onderdak en scholing had. Dat is een grote grap, niemand die erover sprak. Besefte het pas, toen ik met mijn eigen ogen zag. Dat niet iedereen dezelfde kans krijgt als jij of ik. En verandert weinig eigenlijk, ook al schrijf ik dit. Maar als je ook beseft dat de wereld niet alleen om jou draait, maak dan wat lawaai, kom op. They get hassled by the ways of the world every day. Ain't it a shame how the lame try and solve their game? Make fun of what they don't know, cause they ain't the same. Look at history and see it's going on too long. Discrimination like the hate growing far too strong. And it's things like this that make the kids confused and put their mind in a state where they born to lose. So make some noise, jump up, scream and shout until the whole world hear what we screaming about. And when they try to put you down about race and class, just look right through them like they a piece of glass. I can't judge anybody by the religion they praise. I'm trying to better myself, they trying to better their ways. At some point it happened to me and all of my boys. Sick of trying to work it out. You're ready, let's make some noise. Everybody help. Zorgen wel heel slecht voor de toekomst als we weten dat kinderen de toekomst zijn. Ik zeg niet dat ik weet hoe het nu zou moeten zijn, maar na deze rijms hoop ik dat jij er ook eens goed naar kijkt. En zie hoe de verhoudingen uit balans zijn. De een krijgt alles aangereikt terwijl een ander nooit een kans krijgt. Bij voorbaat afgeschreven door de samenleving, omdat ze zogenaamd andere normen en waarden delen. Kom op, maak het even met al die waanideeën. Iedereen is hetzelfde, ongeacht wat voor taal ze spreken. Maar de angst voor wat mensen niet kennen maakt ze onzeker. En is vaak de voedingsbodem om hun hart te kweken. Respect voor elkaar is nog steeds een basisregel. En het zou helpen als we eerlijk in die taart verdelen. Voor alle mensen uit alle windstreken. Als je het met mij eens bent, baby, laat het dan weten en schreeuw het. Iedereen, kom op. International. En als laatste, maar niet de minste, onze speciale gast van vandaag, Raja.